Wat hebben we er lang op moeten wachten, maar we kunnen eindelijk weer op vakantie. Maar die vakantie vergt dit jaar wel meer voorbereiding dan normaal. Want met alleen de QR-code in je corona-check-app kom je dit jaar niet zo ver. Hoe dat precies zit, leg ik je in deze video uit. Het was een veelgehoorde kreet vorig jaar. En ga je toch op vakantie, ga dan wijs op reis. En dat is dit jaar bij uitstek een goed advies. Controleer om te beginnen de kleurcode van je vakantieland. Ja, is dat nou groen of geel, dan kun je gewoon op vakantie gaan. Maar kleurt je vakantieland naar oranje of rood, dan kun je beter thuis blijven of een andere vakantiebestemming kiezen. En ook doe je er verstandig aan om vooraf bij de lokale overheid te checken of Nederland niet op een lijst met onveilige landen staat. Stel, dit gezin bestaat uit vader, moeder, zoon van 13 en dochter van 11. Wil vanuit Breda met de camper naar Italië. Onderweg komen ze door België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland en uiteindelijk Italië. Maar onderweg krijgen ze ook te maken met veel verschillende regels. Als ze onderweg in België willen stoppen voor een plaspauze, dan hoeft alleen de dochter van 11 geen mondkapje op. Maar als ze even later in Luxemburg willen stoppen, bijvoorbeeld om te tanken, dan moet juist iedereen weer een mondkapje op. Het gezin reist met de camper. De rit naar Italië is te lang om in één ruk door te rijden. Ongeveer halverwege de reis besluit het gezin daarom om op een camping in Frankrijk te overnachten. Nou, dat kan, want iedereen heeft een negatieve PCR-test of is volledig gevaccineerd. Die PCR-test mag trouwens maar één dag oud zijn. En ook kunnen ze niet te lang in Frankrijk blijven, want in Italië mag de PCR-test niet ouder zijn dan 2 dagen. Na een nachtje in de Franse Vogese rijdt het gezin door naar Italië. Daarbij komen ze nog door het gele Zwitserland, maar dat is geen probleem. En dan zijn ze er bijna, Italië, een groen land. Het gezin is goed voorbereid en heeft voor aankomst in Italië een inreisformulier ingevuld. En dat is maar goed ook, want zonder dat inreisformulier komen ze het land niet in. En ze zouden het bijna vergeten, maar iedereen moet natuurlijk ook een geldig paspoort bij zich hebben. En voor de camper een Zwitsers wegenvignet. En is zo'n vakantie met de auto nou te veel gedoe, dan is er natuurlijk ook nog altijd het vliegtuig. We nemen voor het gemak weer even ditzelfde gezin. Ze gaan op een vliegvakantie naar het Griekse eiland Rhodos. En even uitzwaaien door familie zit er niet in, want alleen met een vliegticket kom je het vliegveld op. En ook hier moet iedereen weer een mondkapje op. Het gezin heeft hun reis goed voorbereid en ze hebben zich aangemeld bij de Griekse overheid. En dat is belangrijk, want zonder toestemming komen ze het land niet in. En ook nu moet iedereen weer volledig gevaccineerd zijn of een negatieve PCR-test bij zich hebben. Behalve de dochter van 11. En op het vliegveld en in het vliegtuig hou je gewoon aan de regels en dan is er niks aan de hand. De vakantie kan voor het gezin pas echt beginnen als ze in Griekenland niet positief getest worden. Want op het vliegveld in Griekenland vinden steekproeven plaats voor een verplichte coronatest. Als die uitkomst positief is, moet je met een beetje pech na 4 uur vliegen alsnog in quarantaine. Je kunt dus met een gerust hart op vakantie naar Italië of dat Griekse eiland. Zorg er wel voor dat je vooraf de juiste inreisformulieren invult. Laat je op tijd testen. Neem voldoende mondkapjes mee in je handbagage. Check die QR-code nog een keer in de Corona Check app. Daarnaast wordt ook vrijwel overal het gele boekje geaccepteerd. En je doet er verstandig aan om de reisapp te downloaden van Buitenlandse Zaken. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele situatie in het buitenland. En natuurlijk hou je je ook gewoon aan de coronaregels in jouw vakantieland. En ga je toch op vakantie? Ga dan wijs op reis. Fijne vakantie. Houdoe.